De 40ste editie van de Heemskerkse Filmdagen komt eraan, hè? Ja, dat klopt. De 40ste editie. Ik doe dit werk nu al 39 jaar. Dus voor mij is dit de 39ste keer dat ik het meedoe als vrijwilliger. En het is een traditie geworden in Heemskerk. We zijn ook een van de weinige filmhuizen in Nederland, kleine filmhuizen, die dit dan zo lang volhoudt. We doen dit eigenlijk ook in de maand januari en februari, omdat er in Rotterdam ook filmdagen zijn, de internationale filmdagen, in deze periode. En dat leek ons leuk om dan ook filmdagen te organiseren in Heemskerk. Zo is het eigenlijk 40 jaar geleden begonnen. En hoe werkt het? Hoeveel dagen zijn het? Het zijn totaal 6 dagen waar 9 films worden vertoond op de nieuwe locatie Laurens aan de Antonie Verheerenstraat nummer 1 in Heemskerk. En wat voor films moet ik aan denken? Het zijn over het algemeen wel filmhuisfilms. We openen met een film En Route, dat is van Loes Komen. Dat is een Heemskerkse producer. En die heeft een prijs gewonnen, een Gouden Kalf in Utrecht voor de korte film. Regie deed Maret van Weerheim. En zij is aanwezig. Dat is de eerste openingsfilm, die duurt 11 minuten. En zij is aanwezig en er is een Q&A, questions and answers. Dan kan je dan vragen stellen aan Loes Komen. En wanneer zijn de filmdagen? De filmdagen beginnen op de 31ste januari en eindigen op woensdag 5 februari. Moeten mensen een strippenkaart kopen of kunnen ze per film reserveren? Nou, de mensen kunnen reserveren via www.decirkelheemskerk.nl. Daar kunnen mensen op reserveren. Ja, deze zaal is wat kleiner als de Janssen. Hier kunnen 100 mensen in. Dus ja, vol is vol. En wat zijn de kosten? De kosten zijn €6 en de mensen die lid zijn, die krijgen €1 korting. Welke films draai je er nog meer? Met de filmdagen, ik heb een lijstje gemaakt. Dan moet ik even spieken, want ik weet niet al die films natuurlijk uit mijn hoofd. Moet ik even spieken hoor. We beginnen de 31ste met En Route, dat is een voorfilm van Loes Komen. En op 31 januari daarop volgend komt de hoofdfilm. En dat is Krim Re-Edit. En die film dat is een film van Alex van Warmerdam. En die komt ook uit de regio, zeg maar. En dat is de hoofdfilm. En dan hebben we op zaterdag John het Schaap, het Ruimteschaap. En dat is een animatiefilm met poppetjes van klei, zeg maar. Wallace & Gromit is het, geloof ik. Maar ja, Wallace & Gromit, ja, al dingen door elkaar. En dan draaien we op zaterdagavond om 8 uur de Parasite. Die film zal wel goed bezocht worden. Het is een film die goed draait in de regio. En dan hebben we zondag Kapsel om Romy. Een kinderfilm, een jeugdfilm. Die heeft de Syndicateprijs gewonnen in Utrecht. En dan draaien we op zondagavond The Farewell. En op maandagavond ook om 8 uur The Invisible Life of Andrews Cusnamo. Dat is een Braziliaanse film. En op dinsdag Light of My Life. En op woensdag sluiten we af om 8 uur met Bumperkleef. En dat is een Nederlandse thriller. En de naam zegt het al, Bumperkleef. Dus iemand gaat achter een busje aan en die gaat bumperkleven. En op het laatst volgt het busje de familie die dan achtervolgd wordt, zeg maar. En het wordt een spannende thriller. Dat zijn in globaal en een heel kort overzicht de films. En als je meer informatie wil weten over de films, kun je dat vinden op de site www.decirkelheemskerk.nl. Wie zoekt die films uit? Dat is Jeannette Heijnen. Zij is onze programmeur en zij zoekt de films uit. Voorheen gingen we erover vergaderen en daar kwam je eigenlijk niet uit. Nu hebben we gezegd, Jeannette, jij bepaalt de films. Ik heb wel een beetje een overzicht dat ik zeg van, nou ja, er zijn te veel Duits of Franse films of te veel documentaires. Dan grijp ik wel in. Maar Jeannette bepaalt in feite alle films. Ja, we organiseren eigenlijk het hele festival met vrijwilligers. Het filmhuis bestaat uit een team van 15 à 16 vrijwilligers. Dus ja, het is allemaal vrijwilligerswerk wat we doen. Dus daar ben je heel blij mee? Ik ben heel blij met mijn vrijwilligers, want zonder die vrijwilligers had ik het niet gered.